Ja, dan kan dat nog overgaan natuurlijk. Je weet het maar nooit. We wachten het af. Ik hoop dat het droog blijft verder. Om die tijden dat ik weg wil. Even een beetje eten, maar ook wel even leuk. Een hele goede middag, lieve vrienden, en welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Het is vandaag alweer dinsdag en het is de 24e van de 10e 2023 en we leven om 3 minuten over 12. Ik ga zo meteen weer even lekker met mijn meisjes lopen. Het is nou weer droog. Het heeft er net een heleboel geregend, terwijl het eigenlijk eerst niet aan werd gegeven en op een gegeven moment weer wel. Ik denk, nou ja, oké, het zal. Zijn ook door de war, denk ik. We gaan eventjes dus lekker lopen. En om rond een uur of 1 komt Erwin weer, mijn begeleider. Ja, daar moeten we weer aan wennen dat we ook Karin weer terug hebben. Dus het is nou niet alleen nog Erwin, maar het is ook Karin met een K. En niet mijn Karin met een C, nee, het is Karin met een K. Ja. Dus ja, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet gewoon van alles wat jullie doen. Ondanks dat het af en toe misschien slecht weer is, zoals hier. En mijn bril is ook verre van schoon. Het is een haar op. Zo, nu is die weg. Is het beter, ja. Dus ja, we gaan gewoon proberen te genieten. En ik had vanmiddag, ja, echt waar, eigenlijk weg willen gaan. Maar daar zegt hij niks. Maar die andere buienradar, daar laat hij twee uur piekjes zien. Ja, maar kan dat nog overgaan natuurlijk. Je weet het maar nooit. We wachten het af. Ik hoop dat het droog blijft verder. Om die tijden dat ik weg wil. Want ik wil even naar een andere wijk toe. Naar een winkel. En het winkeltje heet Kitty's Heksenketel. Of de, ja, Kitty's Heksenketel geloof ik, ja. Het is dus een winkeltje waar je, nou ja, onder andere ook heksenspullen kan kopen. Halloween spullen. Ook andere dingen, carnavalskleding, noem maar op, weet je. Dus ja, daar wil ik even naartoe. Voor twee bezems. Ik heb ze nog wel, ik heb ze nog niet weggedaan. Want als ze ze niet hebben, ja, dan moet ik wachten. Maar dan wil ik toch eventjes proberen twee nieuwe, die identiek zijn, even zien te schatten. En dan toch anders voor ander jaar bestellen of zo. Ja, ik weet anders ook niet van, ja, alsjeblieft, want ze ruikelen deze. Die vallen uit. Het zal desnoods nog wel een keer mee kunnen, maar ze vallen uit en dat is niet fijn. En dus, maar oké, het wordt ook al iets lichter. Iets zelfs licht, heel fel puntje van het zonnetje achter de wolken vandaan komen. Dus, maar ja, oké, lieve vrienden, geniet gewoon en geniet een beetje mee. Ik zou zeggen, tot later. Ja, ik denk ik stop maar weer even. Dan zien jullie weer even wat ze aan het doen zijn. Die palen zijn er al ingeramd of ingetrild eigenlijk. Want ze heien niet meer, het is meer trillen. Rijka, gaan wij even zitten? Goed zo. Dus ja, dat even een beetje eten, maar ook wel even leuk. Ja. En ook nog roken onder het werk.
dacht ik te zien. Ik weet het niet. Nee. Ik dacht dat ik wat zag, maar nee. En een kraantje erbij. Dus ja. En dan gaan we weer naar huis. Want ook Erunieke zou komen, hè? Ja. Wel grappig. Dus ja, wat we dan verder nog weer gaan doen, dat is ook maar de vraag. Want dat is, heeft met de fundering allemaal te maken natuurlijk. Straks de kabels, weet ik veel, en de leidingen van water en... toiletafvoer, keukenafvoer en wasmachine, noem maar op. Dat moet ook allemaal aangelegd worden. En dus. Maar ja, oké. We houden het, proberen het een beetje in de gaten te houden. Ja, ja. Dus ik zou zeggen, geniet ervan en tot later. Ja, lieve vrienden, daar zijn we weer. Erwin die is net de deur uit en wij weggaan. Nou, dat wordt het hem niet hoor. Ik zal jullie laten zien. Kijk eens, wat een hoge pieken. Ja, nou daar ga ik dus niet doorheen, hè? Nee. Ik zal ook even in die andere kijken. Nou ja, die zegt hetzelfde. Dus ja, daar gaan we gewoon niet doorheen. Nee, want dan kom ik echt zeik en zeik en zeik door nat thuis. Maar ik weet wel wat anders te doen hoor. Ja, ik ga zo meteen... Nee, ik moet nog licht verteerbaar eten even hebben, één dag. En dan zien we morgen wel voor spruitjes of zo. Maar ik wil het nog even rustig aan doen met mijn maag en met mijn buik. Want dat is nog steeds niet helemaal in orde. Dan zag ik nog wat binnenkomen en ik weet niet meer wat. Oh ja, ik zie het al. Dus ja, het is nu nog droog, maar eer dat ik weg ben, wegga, dan gaat het regenen, et cetera. En ja, ik moet eigenlijk ook nog boodschappen doen, dus dat probeer ik wel tussen de buien te doen, maar dat doe ik pas dan later op de dag. En ik heb denk ik op mijn vleeswaren en kaas nodig, dus ja. Ja, ik heb eigenlijk nog wel meer nodig, maar noodzakelijk is dat, ja. Want ik heb nog maar enkel kaas en gebraden gehakt. Meer heb ik niet. Nee. En dat ben ik aan het gebruiken. Dus ja, dat is ook zomaar op. Maar ja, voor de rest, dat wachten we gewoon af. Ja, en hoe heet het? Erwin die heeft ook gekeken wat voor weer het donderdag wordt. Want donderdag hebben wij hier Halloween in de stad. Halloween. En ja, daar zeggen ze ook niks, dat het niet zo lekker weer wordt. Maar ja, eerst zien dan geloven, daar hebben we ook wel weer. Want dat is in een helder meestal zo, eerst zien dan geloven. Maar ja, het is meestal wel zo dat het niet fijn is. Ja, poepoe, ha. En ik ga een bak koffie maken. Ja, lekker een bakje koffie en dan... gaan we weer. Nou, en ik heb eventjes Pokémon zitten te spelen, maar dat andere spel wat erbij hoort, Pokémon Sleep, daar lopen die andere dingetjes niet meer bij, die er eerst wel bij liepen. Dus ja, ik weet het allemaal niet hoor. Ik heb een gegeven stand van, het is allemaal in het Engels, dus ja, we wachten het wel af. Maar in ieder geval, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet gewoon verder van jullie dag. Ik ga mijn dingen ook lekker doen. Doe nog een bakje koffie en ik ga eventjes... mij gefocust op dat scherm. En dan komt het allemaal wel weer goed. Gewoon, hou vol goede moed. En doe je ding wat jij wil doen. En dan ga ik het ook doen. Ja toch, het is nou maar eenmaal een... Erwin die zegt zelf al, het is een saaie dag. Nou inderdaad, het is een saaie dag. Echt. Je bent niet vooruit te branden met dit weer. Het is bagger. Het is echt niks aan. Nee. Echt niet. Het is grijs, het is grauw, het is, de wereld lijkt klein. Niet dat het mistig is, want dat is het niet.
Maar het is gewoon, ja, vervelend. Vervelend weer. Ja. Dus ik zou zeggen, ik hoop tenminste dat het bij jullie misschien beter is. Misschien schijnt de zon bij jullie, maar hier ook, nee. Het is ver te zoeken. Nou, ik zou zeggen, genieten en tot later. Zo, lieve vrienden, ja, daar zijn we weer. Hè? We hebben het weer overleefd, hè, buiten hier, met het vieze, natte, slechte rot weer. Maar jullie zijn het beste droog gebleven. Ja, je hebt natte pootjes, maar dat heb ik ook. Ja, terwijl ik laars aan had, maar toch ben ik natte pootjes, ja. Maar we hebben even moeten schuilen, want ik kwam toch even opeens naar beneden. De buienradar gaf aan droog. Ja, maar hoela. Ik kreeg een beste bui. Dus nou, er staat daar een oud stuk nog van een gebouw met een inham. En daar kon ik droog staan met de meisjes. Enkel de Elwing de Kop, die kwam een beetje naar buiten. Maar die was ook nieuwsgierig, dus die stond toch af en toe ook eens even te kijken. En Rolata, die stond er buiten. Ja, daar kon ik ook niks aan doen. Maar zelf stonden we droog, maar toch had ik natte voeten. Ja, ik heb nou weer andere laarzen aan, maar zonder sokken, dus ik loop erin te soppen als het ware. En mijn sokken hangen te droog op de kachel. Kan ik straks een lekker warm aan doen. En dan mijn laarzen staan te drogen onder de kachel. Maar ik heb mijn andere laarzen aan. Maar ik moet gewoon nieuwe laarzen hebben. Ja, en daar gaan we wel even van de week ook voor kijken. Joh, ja, niet jullie. Voor jullie hoef ik geen schoentjes te kopen, nee. Gaat het zo nieuw worden? Nee. Echt niet. Nee. Dus ja, en dan gaan we zometeen... ik heb al een vlog online. Weten te krijgen, tenminste online, die komt van de week uit. En ik hoop vanavond nog eentje te kunnen maken. Maar we gaan zo meteen eerst goede tijden, slechte tijden kijken en een hapje eten met een bakje koffie. Dat gaan we eerst doen, koffie maken. Dus ik zou zeggen, geniet van je avond. En hou van elkaar, wees lief voor elkaar en doe je ding, maak het gezellig. Ik zou zeggen, geniet ervan. Doei. Zo, lieve vrienden. Ik ben weer net binnen met mijn meisjes. Dat we hebben onze nachtelijke wandeling alweer gehad. En dan maak je nog wat mee ook. Je komt de hele weg verder dus niemand tegen. Geen hond, geen kip, geen haan, geen zwaan. En niks kom je tegen. Dan hielp de terugweg op de gracht. Oom agent. Met z'n twee in de auto. Ik trek mijn water in de berm. Ik ken eens doorrijden. Nee. Ze bleven bij mij stilstaan. Dan gaat hij naar beneden. Nou, ook nog maar laat op pad, mevrouw. Wat bent u aan het doen? Ik zeg, nou, ik zeg, wat denk ik? Ik heb mijn honden uitlaten. Ja. Ik zeg, wat mag dat niet? Nou ja, maar het is al zo laat. Ik kijk op mijn loge op een gegeven moment dat ze weer weg waren. Ik had het maar eerder gedaan. En toen zag ik dat het bijna 1:30 was. Het is nou net eroverheen, 8 minuten over. Ik denk, nou, dat noemen ze laat. Hallo? Maar ja, ik ben altijd zo laat. Ik ben nog wel later ook. Oh, dus u bent er nog ineens. Ik zie ja. Ik zeg, of mag dat tegenwoordig niet meer? Ja, maar waarom? Rijd door, weet je. Ik heb geen kwaad in het ogen of in het zin of wat dan ook. En ik zei, ik zit ook in de buurtpreventie, dus ja, ik zeg, ik loop maar rond, ik zit samen met mijn hondjes. Ik zeg, en dan hou de boel in de gaten, zo simpel is wat dat. Ja, maar oké, ik heb een vieze neus, maar dat ga ik niet in beeld doen, nee. Nee, maar in ieder geval, wij gaan zo meteen naar bedje toe en ik zeg gewoon, alvast welterusten, slaap lekker met mooie dromen, uiteraard weer gezond uit je bed zien te komen. En ik, ja, jullie weten dat God die houdt gewoon over ons allemaal de wacht. Dus daarom zeg ik graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei!